boeken, 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 boeken. Het is weer tijd voor de boekenbe... Of niet dit jaar? Een online boekenbeurs. Met streamende schrijvers. Stromende woorden. Een feest in digitalere ogen. Vaste waarden. Debutante. Bubbellectuur, zelfs pikante. Boeken beleven kan altijd. Want fantasie is virusvrij. Ja, dan mag je daar neerleggen. Ja, het maakt niet uit. Ja, veel mensen proberen het niet. Ja, als je het echt proper wil houden, dan moet je het gewoon daar op je schoot houden. Ja, nee. Sorry. Of in je zacht. Alles is ontsmet. Ja, want daar krijgen we veel vragen over. Ja, we zijn ondertussen ook gewoon live in de stream. Maar er zijn veel mensen die ons vragen van, ja, maar ja, je verloopt het daar wel veilig. Alles wat jij aanraakt, wordt ontsmet zo meteen. Okay. Dus je mag je mondmasker daar neerleggen of je mag het vasthouden. Ja, okay. Welkom. Bij de Boekenmarathon, aan jou, maar ook aan jou daar. Dit is de Boekenmarathon live vanuit Antwerp Expo. We zitten bijna aan het einde van dag 8. We hebben al meer dan 250 boeken besproken. En dat wil zeggen meer dan 300 auteurs, want soms zijn het ook duo's en illustratoren die meekomen en vertalers. Geïnterviewd uit binnen- en buitenland, zowel hier live in Antwerp Expo als daar op dat scherm in alle landen van de wereld. We zijn al van Australië naar New York en alles daartussen geweest. Ik kan het zo zot niet bedenken. Spanje, Frankrijk, Londen. Het zijn al 8 heel mooie dagen geweest. Waarom doen we dit? Omdat er geen boekenbeurs is en omdat dan langs deze weg de boeken naar jou komen. Omdat er in 2020 heel mooie boeken verschenen zijn die we je niet willen onthouden. En een van de mooiste boeken van de dag hebben wij tot het laatste gehouden. Anne-Lore? Anne-Lore. Anne-Lore of Anne-Laure? Anne-Laure. Voor mijn mama is het Anne-Laure, maar... Ja, maar ja, je mama is de baas, denk ik dan. Anne-Laure. Zij heeft het bedacht, dus Anne-Laure van Neer. Louise is dat geworden. En kijk eens wat een mooie kaft. Lekker sober, zo zie ik ze graag. Is dat geworden. Een thriller, uitgegeven bij Vrijdag. Ja. Anne-Laure, wil jij even uitleggen wat er in dit boek staat, alsjeblieft? Ja, Louise is eigenlijk een humoristisch misdaadverhaal. En het verhaal begint eigenlijk bij Anne-Laure. En Anne-Laure is een hoogzwangere jonge schrijfster. En haar relatie is net op de klip gelopen. En ze moet ergens anders een plek vinden om te gaan wonen. En ze leest een advertentie en komt dan terecht eigenlijk bij Roger en Louise, een ouder koppel. En dus in de ruil dan voor wat hulp in het huishouden en wat mee voor Roger te zorgen, kan ze daar eigenlijk goedkoop gaan wonen. Dus alles lijkt geweldig goed te gaan. Tot ze op een dag dan een manuscript vindt, verborgen ergens in een lade. En dat manuscript is geschreven door Louise. En in de hoofdrol Louise, Roger en een lijk dat niet wilt verdwijnen. En Anne-Laure begint zich dan vragen te stellen van, is dat huis hier wel veilig of niet? En ze gaat dan op zoek naar de waarheid achter het manuscript. Wat een schitterende plot. Dat vind ik echt een heel cool uitgangspunt. En zo origineel, want het is spannende boekendag geweest vandaag. En ik heb echt letterlijk, denk ik, 25 thrillers zien passeren. Maar dit is veruit een van de meest originele verhalen. Je begon met te zeggen dat het een humoristische thriller is. Want dat staat niet op de cover, er staat thriller. Ja, het kind moet een naam hebben. Die humor is belangrijk voor jou, want dat spreekt ook uit het verhaal natuurlijk. Dat staat bol van de mogelijke grappen. Ja. Vanwaar die keuze om dat zo te doen? Ja, dat is nu wel het derde boek in dat genre dat ik schrijf. Zo misdaad en eigenlijk humor combineren. Dat is eigenlijk gekomen door mijn voorliefde voor... ik spreek een beetje... tegen de winkel eigenlijk, maar mijn voorliefde voor films van Tarantino en van de Coen Brothers, zoals Fargo en de Big Lebowski en alle Tarantino-films, die hebben eigenlijk ook dat element van misdaad en humor. En dat is, ik vond dat eigenlijk niet echt terug in de Vlaamse thrillerwereld. Absoluut dus ik niet. Dacht van, En Tarantino, dat is geen slecht model, hè? Als je daar, niet dat ik mij daarmee wil vergelijken. Nee, maar ik bedoel, qua toon en stijl, want dat klopt ook helemaal met het verhaal dat je hebt. Dan komen we bij het verhaal. Ja, je hoofdpersonage is hoogzwanger, hormonaal labiel en heeft net ontdekt dat haar vriend de term monogamie nogal ruim interpreteert. Ja. Wat is de naam van je hoofdpersonage? Anne-Laure.
Dat is nu wel toevallig dat jij ook zo heet. Toevallig, ja. Zit er toch ergens iets uit het leven gegrepen in, of niet? Ja, dat laat ik eigenlijk aan de lezers... Wie zijn Roger en Louise? Vertel ja, het voilà. Ons. Nee. Ik dacht van, eigenlijk is het een soort metaplan dat ik in mijn hoofd had. Dus Anne-Lore in het boek leest een manuscript en twijfelt van, is dat nu waar gebeurd of niet? En ik dacht, wat is dat... Als ik nu hetzelfde doe met mijn lezers dan. Van, ja, als de lezers nu het boek lezen, gaan ze zich misschien ook afvragen van wat is hier nu echt en niet echt. Dus het is zo'n beetje een meta... Meta. Ja. De dubbele bodems van het boek. Het klinkt geweldig plezant, maar het is ook wel spannend en eng soms, of niet? Ja, maar het is niet... ik schrijf geen boeken mee. Bloedspatten op de muur of darmen aan de kroonluchter. Dat soort dingen, dat is minder mijn ding. Maar het is wel spannend op zich, maar niet... Uiteraard. Ze trekt op onderzoek uit. Jij bent al drie keer genomineerd voor de Hercule Poirot-prijs. Dit jaar voor de derde keer. Helaas is het wel dit boek geworden. Ja. Dit jaar ook een fantastisch boek. Ja, ik heb het nog niet gelezen. Natuurlijk. er is dus al een stevige mate van erkenning. Ja. Alleen heb ik hier bijvoorbeeld vandaag nog een andere vrouwelijke thriller-auteur op bezoek gehad. Die samen met Walter Damen schrijft... Ja, ik duik even in mijn bibliotheek. Hilde van der Meren. Ja. Die zich als vrouw in het genre zo miskend voelt dat ze er zelfs een tijd mee gaat stoppen. Ja. Heb jij dezelfde gevoelens? Is dat echt... Ja, er zijn gewoon niet zo heel veel vrouwelijke thriller-auteurs, maar... Jawel, er zijn er wel veel, hoor. Maar dan trek ik mijn woorden terug. Ja. Het is inderdaad wel... denk ik van ja, ofwel schrijven wij gewoon niet goed genoeg, ofwel... ik weet het ook niet. Het is moeilijk te zeggen, maar je merkt wel, zoals met Hilde ook. Ze schrijft nu samen met Walter Damen. En als ze wordt aangekondigd, is het... Walter Damen heeft een boek geschreven en dat blijft wel... Dat is wel iets... Dat is vreselijk, dat hoort niet. Nee. En ook dat haar winst in de Hercule Poirot-prijs niet werd aangekondigd op televisie en dat andere jaren wel gebeurt, dat hoort ook niet. Ja, het is... ik snap haar struggles wel. Je kan je erin vinden. Ja, maar tegelijkertijd... Enfin, ik denk dan ook van... Ja, ik ben drie keer nu genomineerd. Ik ben er ook ongelooflijk blij mee. Ook omdat ik denk van... Ja, het is ook het genre waar ik dan in zit. Misdaad en humor. Dat is sowieso al iets moeilijker om letterlijk au serieus genomen te worden. Omdat er humor in zit. Dus ja... Dat geeft er natuurlijk zowel een soort extra intelligente twist aan. Hè? Want humor is ook een vorm van slim zijn. Ja. Dus dat maakt het een... Ja, maar ik bedoel het echt helemaal als compliment. Dat maakt er wel eerder een soort meer literaire thriller van. Niet zo het platte rechttoe-rechtaan speurdersverhaal. Ook omdat je hebt geen... Jouw hoofdpersonage is geen... dronken speurder met een gebroken huwelijk. Inderdaad. Dan heb je ook al een streepje voor op de rest van de markt. Ja, ik denk dat ik vind dat ook veel toffer om vanuit een andere vraag te vertrekken. De meesten gaan dan vertrekken van... er is inderdaad een lijk, laten we de slechterik zoeken. Echt een whodunit, om het zo te zeggen. En ik vind dat eigenlijk te beperkt, omdat... Een whodunit, dat is... Oké, je hebt een set personages en daaruit ga je moeten kiezen wie heeft het gedaan. Ja. Ik vind het eigenlijk veel toffer om zelf veel breder te gaan en na te denken van niet whodunit, maar why done it? Of done it or not? Ja. How done it? Ja. Of how done it? Ja, voilà. Maar dat zijn eigenlijk veel ruimere vragen. En waardoor dat je... Als schrijver veel meer mogelijkheden hebt en veel meer ruimte hebt om helemaal los te Absoluut. Gaan in een verhaal. Dus dat vind ik wel tof zelf. Absoluut. Ja. Dit lijkt me ook iets... Er zit een theaterstuk in of zo, denk ik. De opzet, hè. Ja, ik heb het boek, ik moet het eerlijk toegeven, ik heb het niet gelezen. Het is bijna onmogelijk om het allemaal te lezen. Maar zo de idee, ik wil dat precies wel op een podium zien met alle komische timing erbij en zo. Doe je zo'n ding? Nee, ik zou niet weten hoe ik eraan moet beginnen. Maar dat is natuurlijk wel... dat zou wel geweldig zijn, moest dat ooit...
warme oproep ja. bij deze. Voilà, warme oproep, inderdaad. Er zijn nog boeken te ontdekken. Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat jij graag voornamen als titels neemt. Justine, Maurice en Louise. Ja. Ja, ik vind eigenlijk zo... als ik nadenk zelf over boeken die mij bijblijven, of films die mij bijblijven, dan zijn dat eigenlijk altijd personages. Zoals de 100-jarige man die uit het raam klom. Of ja. De dude van de Big Lebowski. Of de Forrest Gump. Of dat soort personages. Dat verhaal, als je dat al lang niet meer hebt gelezen. Of dat verhaal, de film niet, lang niet hebt gezien. Dan vervaagt dat verhaal. Maar dat personage dat blijft waar. Wel heel aanwezig. En daarom vind ik dat ook heel belangrijk. Mijn personages die er is altijd een hoek af. Dat is bijna standaard. Ik probeer die ook altijd zo memorabel mogelijk te maken. En liefst dwing ik die ook in een hoek van... ik laat die heel vaak iets slecht doen, maar wel voor een goede reden. En dat is ook altijd heel tof, omdat je dan... Ja, je kunt nadenken van hoe zou ik reageren in die situatie. Laat een lijk in je living liggen. Hoe ga ik dat hier oplossen? En, ja. Als ik niet om een of andere reden niet naar de politie kan bellen of dat soort dingen. Dus, ja. Dat zijn, lugubere, maar toffe dingspelletjes. Dat is lang niet het ergste wat ik hier vandaag heb gehoord. Echt, er waren hier mensen waar ik een beetje bang van werd. Zo, Nicky French van op afstand. Die Sean die valt mee, maar die Nicky die wil je niet tegenkomen in de supermarkt, denk ik. Annelore, waar werk je op dit moment aan? Hè? Want dit is nu klaar. Is er al een... ligt er al een volgend mooi personage op je te wachten? Ja, er ligt een mooi personage klaar. Waarschijnlijk wordt het een Josephine. maar ik ben nog in puzzelmodus, dus ik... Ja, het is ook nog vers, natuurlijk. Het is, dus het is al even... Maar het is, ik doe er lang over een boek schrijven. Je neemt je tijd. Ja, voilà. Dus, mooi. Ja. Mag ik je danken om hierheen te komen, om ons even mee te nemen in die wereld? Het gaat zeker op mijn to-read-stapel. Ik beloof je dat het ervan gaat komen. Zoals je ziet heb ik wel nog een beetje in talen, maar het komt goed. Het komt goed. Ik ga hierna toch even vakantie moeten nemen. Maar ik vond het zeer fijn kennis maken. En dit is echt hele coole materie. Dus ik hoop van harte dat iedereen ook warm gemaakt is voor Louise van Annelore van Neer. Uitgegeven bij Vrijdag. En de weg naar dit boek loopt langs boekenbeurs.be. Waar je ook de weg naar jouw lokale boekhandel vindt, mocht je die nog niet kennen. Doe ze daar veel groeten van ons, alstublieft. En hou het veilig als je naar de winkel gaat. Voilà, bij deze dag 8 van de boekenmarathon. Ik had nooit gedacht dat ik het nog met zoveel stem en zo fris zou kunnen vertellen. Maar als hier nu nog een uur mensen zouden passeren, ik zou ze met open armen ontvangen. Morgen zit ik terug om 12 uur op deze stoel. Dan gaan we van start voor de laatste... maandag, dinsdag, woensdag, 3 dagen van dit fantastische, fijne project. Ik wil opnieuw de kleine, maar zeer fijne ploeg van Boek.be en VRT, die hier achter de schermen werkt, dat zijn echt heel weinig mensen, je zou echt versteld staan. En ook de mensen die thuis aan dit programma mee zitten te werken, die kleine ploeg bedanken voor alweer een mooie dag. Wat een trip is dit. Meer dan 250 filmpjes staan op je te wachten op VRT Nu. Ga er eens door. Kies er iets uit. Ga naar die boekhandel. En vooral, blijf lezen. Tot morgen. Salut.